boek gaat over een familie. Het speelt zich af in, eigenlijk in drie tijdsgewrichten. Dus een deel speelt zich af in de oorlog. En een deel speelt zich af in het nu, zeg maar. En een deel 10 jaar daarvoor. En we volgen eigenlijk, er zijn eigenlijk twee hoofdpersonages. Maar ja, Rivka, zo heet het boek, is eigenlijk de hoofdpersoon. En haar vader, die volgen we ook. En die heeft de oorlog meegemaakt en heeft daar een behoorlijk trauma opgelopen. Wat later ook natuurlijk bij Rivka terechtkomt. Al is ze zich daar eerst niet zo van bewust dat dat zo is. Ja, je hebt op een gegeven moment wel in de gaten dat haar leven niet helemaal loopt zoals ze dat zelf zou willen. En je krijgt steeds meer, het wordt als het ware steeds duidelijker dat ook de geschiedenis van haar vader en de geschiedenis van haar familie daarin een belangrijke, belangrijke rol spelen. Het is heel moeilijk, vind ik, om te zeggen waar het over gaat. Want het is ook echt een, omdat het ook over een lange tijd gaat. En ik denk wel een zoektocht. De zoektocht van Rivka naar haar achtergrond, die niet zo duidelijk is voor haar. En waar ook een geheim is waar zij op een gegeven moment achter komt. Ik ben Femmetje de Wind en dit is mijn manuscript. Straks in een boek. Het boek heet Rivka. En het is vanaf januari 2015 verkrijgbaar in de boekhandel. Super spannend. Ik ben het nu aan het afronden.